begint de lange weg naar morgen. De dromen komen als een vlinder vrij, niet langer in geborgenheid verborgen. Slechte tijden, een dag die als een nacht verschijnt. Goede tijden, slechte tijden, liefde leidt je tot het eind. Goede tijden, slechte tijden, nee het leven spaart je niet. Goede tijden, slechte tijden, soms geluk en soms verdriet. Restaurant De Kelder met Anita. Hoi, met Peter. Hey, waar zit je? Ik zit vast op het politiebureau. Politiebureau? Hoezo? Nou, ik ging mijn portefeuille halen, toen kon ik gelijk blijven. Hè? Ik begrijp het niet. Waarom? Ik word verdacht van inbraak. Van inbraak? Ja, mijn portefeuille is gevonden in een huis waar ze ingebroken. Maar wat heb jij daar nou mee te maken? Niks. Maar zij denken dat ik schuldig ben. Nou, bespottelijk. Natuurlijk. Maar ja, maak dat de politie maar eens duidelijk. Maar luister, ik kan me toch niet meer herinneren wat er die avond gebeurd is. Heb je ze dat ook gezegd? Ja, maar daar nemen ze geen genoegen mee. Moet voorlopig hier blijven. Jezus, Peter, en wat nu? Weet jij iets? Of Arnie? Ik wil het gesprek nu beëindigen. Ik moet ophangen. Ik bel je nog wel. Regel maar een advocaat voor me. Ja, ik vind het een grof schandaal. Sterkte. Ik zal kijken wat ik voor je kan doen, oké? Ik doe mijn best. Dag. Peter is gearresteerd. Oh, heb je ze. Hey. Hey, zijn jullie er al aan? Nee, net. Ik heb je niet eens besteld. Oh, nou, dat zal ik dan zo doen. Hey, kom mee, dan zal ik jullie de piano laten zien. Ja, leuk. En haast niet wachten tot ik weer mag spelen. Dat kan me voorstellen. Reken maar dat ik vaak naar je kom luisteren. Als ik er maar niet mee hoef. Zo, maestro, heb je fans meegenomen? Hey, Theo. Nou, jongens, dit is Theo Smits. Hij is de nieuwe eigenaar. Jeff Alberts. Hallo. Dag meneer, Laura Alberts. Hallo. 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 Zullen we even gaan zitten? Ja. Nou, we zijn hier om een vrijlating te vieren. Kunnen ze gelijk zien waar ik binnenkort kom te werken? Leuk. Wat willen jullie drinken? Theo, voor ik het vergeet. Drankjes zijn voor mij. Nou, zoveel ga ik je ook niet betalen. Ga je jongen zitten. Die strontjes van mij. Wat dacht jullie van kersenbrandy? Lekker. Als je die tafel even een beetje bij elkaar schuiven, dan heb ik meer ruimte. Ja, ga je dat? Wil je er nog bij zitten? Nee, je kijkt niet goed. Er zit de geest van Harms. Shit. Die heb ik helemaal vergeten uit te nodigen. Wat jammer nou. Zeg, als je het niet erg vindt, ga ik daar zitten. Die muziek is me te hard. Heb jij het last van? Ja. Kersen, brandy. Lekker. Zet me neer. Op Arthur. Ja, op zijn vrijheid. Proost. Dat is mevrouw de Jager. Mooi, dan zijn we compleet. Mevrouw de Jager, hier. Sorry dat ik zo laat ben, maar ik had een heel lang telefoontje. Gaat u zitten. Zal ik wat te drinken voor u halen? Ja, graag. Ja? Ja, dat was lekker. Ik voel me al een stuk beter. Mooi. Wil je nog wat fruit? Nee, dank je. Ik denk dat ik zomaar weer eens opstap. Ja. Nou ja, ik kan niet onmoeilijk blijven wonen. Maar je blijft hier wel totdat je beter bent. Ja, maar Simon heeft gezegd dat je verzorging nodig hebt en ik heb beloofd dat ik dat zou doen. Ja, dat is zo. Bovendien, zodra je hier de deur uit gaat, heb je Frits achter je aan. Of weer het soms? Frits? Ja, natuurlijk. Of dacht jij dat hij je zomaar liet lopen? Ja, maar hij weet toch helemaal niets van dat geld? Tuurlijk weet hij dat wel. Doe toch niet zo onnozel.
Frits kent jou veel te goed. Goed? Hoe kom je erbij? Ach, schijt toch uit. Jij doet toch alles voor geld? Daniel. Het is toch zo? Ik moet wel. Ik kan er ook niks aan doen. En trouwens, Frits heeft toch geld genoeg. Alsof hij er zo eerlijk aan is gekomen. Hoe Frits aan zijn geld is gekomen, is in onze zaken niet. Dat jij zijn geld steelt, dat zijn onze zaken. Ja, maar als jullie nou niks zeggen... Dan... Ach, niks zeggen? Waarom zouden wij niks zeggen? Ons bedrijf gaat waarschijnlijk kapot door dat gedoe van jou. Het spijt me echt. Maar geloof me nou, als je het nodig hebt, kun je nergens anders meer aan denken. En daarom ging je zelfs met hem naar bed. Ja. En omdat hij beloofde een beroemd model van me te maken. En... Ja, wat en? Hij gaf me van alles. Zoals wat? Nou, gewoon alles wat ik nodig had. Ja, wat dan? Coke natuurlijk. Frits gaf jou coke? Ja. Dat Martine achter die investering zit, dat is dus volgens jou zeker? 100%. Ze heeft het toegegeven toen ik haar erop aansprak. Maar we kunnen er niets tegen doen. Weet Peter het al? Nee, natuurlijk niet. Hoe kan dat nou? Je zit nog vast op het politiebureau. Peter op het politiebureau? Heeft hij niet alles niet verteld? Ik weet van niets. Juffrouw. Anita, is er nog andijviestompot? Nee, die is op. 2 rode wijn voor tafel 4. Oké. De andijviestompot is op. Maar waarom zit Peter vast? Hij wordt verdacht van inbraak. Inbraak? Wat vertelt u nog aan? Zit Martine Hafkamp daar ook achter? Het zou me niks verbazen. Arnie, zou je misschien even kunnen komen? Ja, ik kom. Ik leg het u nog wel uit. Dag. Precies bovenop die tekst verwerken. Gelachen, joh. Wil jij nou echt doorgaan met die jazzmuziek? Jazeker. Tenminste, voorlopig wel. Ik vind het gewoon heerlijk om jazz te spelen. Ja, maar ik vind het zo zonde van je talent. Ik heb nog nooit een leerling gehad die zo kan spelen als jij. Ik vind echt een heel groot compliment. Laat die jongen maar... toch zelf beslissen wat hij met zijn talent doet. Ja, maar hij verknoeit het. Daar gaat het mij om. Je bent zijn moeder toch niet? Nee, maar ik voel me wel verantwoordelijk voor zijn carrière. Mag ik misschien? Alsof hij hier geen carrière kan maken. Wat weet jij er nou van? Er gaat een concertpianist in hem verloren. Maar Anne, je zegt zelf altijd dat je mensen niet kunt dwingen. Nee, tuurlijk niet. Het is gewoon zonde. Het gaat niks boven klassiek. Ja, dat kan wel zijn, maar mensen mogen hun talenten gebruiken zoals ze zelf willen. Dat zijn je eigen woorden. Laten we er nou maar over ophouden. Nee, wacht. Ik ga wel bestellen. Nee, nee, dank je. Niet voor mij. Ik voel me opeens niet zo lekker. Ik ga naar huis. Dat moeten we vaker doen. Zo'n avond met z'n allen. Ja, en dan de hele avond dat getoeter aanhoren. Pap, doe je zo flauw. Je vond het hartstikke leuk. Ja, vond het ook gezellig. Met maar een grapje. Ik had alleen niet zoveel moeten drinken. Zal ik nog wat koffie zetten? Niet voor mij. Ik ga televisie kijken. Wat deed die ander nou raar, hè? Het gezeur over die muziek, waar maakt ze zich druk over? Ja, dat begrijp ik ook niet. Het is ook niks voor Anne. Nou, ik was blij dat ze wegging. Ik vond het gewoon gênant tegenover Arthur. Nou, die vond het niet zo erg, hoor. Ja, het was natuurlijk ook niet zo leuk voor Anne. Ze zat er maar zo'n beetje bij de hele tijd. Ik lag aan haarzelf. En aan jou. Aan mij? Ja, natuurlijk.
Je moet veel duidelijker tegen haar zijn. Hoezo? Je moet er nou maar eens goed duidelijk maken dat wij een verhouding hebben. Anders blijft ze aan de gang. Dat is ook wel zo eerlijk tegenover haar, vind je ook niet? Ja, ik zal het met haar bespreken. Goed. Dat is het beste voor iedereen. Voor jou en voor mij en voor haar. Mm-hmm. Dat moet je toch toegeven? Hello. Does anyone want to hear about this? Come on, ik heb het gemist vanavond. Yeah, like you cheat on Nancy. Oh? I did. Arthur gaf een feest in de Blue Note omdat hij vrij is. Leuk. Hij mag wel wat enthousiaster zijn, hoor. Heb je een zware avond gehad? Peter is gearresteerd. Wat? Hij wordt verdacht van inbraak. Inbraak? Zijn portemonnee was gestolen en het is gevonden in een huis waar ingebroken was. Jezus, wat een toestanden. Wat kunnen we hier aan doen? Ja, als ik dat wist. Weet je, misschien kan Jeff wel wat voor hem doen. Ja, hij heeft Arthur ook heel erg snel vrijgekregen. Ja, we kunnen het proberen. Maar ja, of het lukt. Hoi. Daniel. Ja, ik stond al een poosje voor de deur. Hoe moet ik dat weten? We hebben geen afspraak. Nee, maar ik vond dit belangrijk genoeg om eventjes te wachten. Kom binnen. Dank je. Vertel. Ik hoop dat het goed nieuws is, want dat kan ik wel gebruiken. Hoezo? Peter is gearresteerd. Ten onrechte natuurlijk, maar toch. Oh, dat wist ik niet. En waarom? Wegens inbraak. Zijn portefeuille werd gevonden in een huis waar hij is ingebroken. Ik hoop maar dat ze hem gauw vrijlaten. Ja. Nou, maak je maar geen zorgen. Die houden ze echt niet lang vast. Ik hoop het. En liefst zo gauw mogelijk, want het gaat erg slecht met de kelder. Ja, dat heb ik gehoord. Waren we maar in het opvangcentrum gebleven, hè? Was er wel weer wat anders misgegaan. Ja. Maar wat had je me nou voor belangrijks te vertellen? Ja, het spijt me dat ik je hiermee lastig moet vallen. En hou je me vast, hoor. Het is of een misplaatste grap, of als het waar is, dan begrijp ik het helemaal niet. Nou, kom, Daniel, alsjeblieft. Deze envelop werd bij ons in de deur gegooid. En dit zat erin. Morgen, Arthur. Oh, goedemorgen, meneer Oomsen. Nog gefeliciteerd. Huh? Dat je weer vrij bent. Oh, dank u wel. Ja, ik had het gisteravond al willen doen, maar toen was je er niet. Gisteravond? Nee, ik was toen naar de bioscoop. Ja, ik dacht al zoiets. Ik heb nog iets voor je. Ach, dat gaat u niet hoeven doen. Nou, dat is een kleinigheid. Pak het maar vlug uit. Goh, dank u wel. Nou, die kan ik goed gebruiken. Ik dacht wel dat die van pas zou komen. Je bent toch net begonnen met honkbal? Ja, maar past een beetje moeilijk zo, hè? Ja, dat weet ik toch. Heb je er nog veel last van? Nee, ik red me aardig. Oh ja? Nou, dat komt dan goed van pas. Misschien kun jij mij helpen even een kastje in elkaar te zetten, hè? Ze verdenken hem van inbraak. Wat vreselijk. Maar ze kunnen hem toch niet vasthouden als hij het niet heeft gedaan? Natuurlijk niet. Daarom moeten we bewijzen dat hij onschuldig is. Des te eerder komt hij weer vrij. Ja, hoe stel je dat dan voor? Dat is niet zo moeilijk. Jij vertelt de politie dat hij het nooit gedaan kan hebben. Waarom ik? Omdat jij kan getuigen dat hij hier was. Ja, dat zegt toch niks? Weet ik veel wat hij gedaan heeft nadat hij hier wegging? Wegging? Dat is een beetje zachtjes uitgedrukt. Nou ja, goed. Ik heb hem eruit gezet omdat hij stom dronken was. Mag ik alsjeblieft? Jawel. Maar daarom is het nog wel jouw schuld. Mijn schuld? Hoezo? Als jij dat stomme feestje nooit had gegeven, niet zo lullig tegen Peter had gedaan, was dit nooit gebeurd. Nou ja, wat moet ik dan doen? Ik weet echt niet hoe ik hem zou moeten helpen. Ja. Dat is dan in ieder geval duidelijk. Je geeft niks om Peter. Anders zou je wel beter je best voor hem doen. Hou op! Wat moet ik dan tegen de politie zeggen? Dat hij dronken was en dat ik hem de deur uit heb gezet? Dat is in ieder geval beter in je mond houden.
Ach, dat maakt de zaak alleen nog maar erger. Natuurlijk niet. Als hij stom dronken was, dan had hij dan nooit een inbraak kunnen plegen. Dat weet ik niet. Ik kan je echt niet helpen. Waarom niet? Omdat ik... Dat kan ik niet zeggen. Nou, daar schieten we lekker mee op. Leuke vriendin ben jij, of wat, Peter? Nou, als ik hem was, zou ik niks meer met jou te maken willen hebben. Helen schrok zich rot van die foto. En wat denkt ze dat het Annette is? Ze is ervan overtuigd. Ze kan zich alleen niet voorstellen dat Annette nog zou leven. Nee, nee. Wat gaat ze nou doen? Maar Simon laten zien. Ja, voorzichtig natuurlijk. Nou, en aangezien wij toch niks beters te doen hebben, lijkt het mij niet onverstandig dat we ons aandacht weer eens gaan wijden aan ons noodlijdend bedrijf. Ook een leuke klus. Ja, we zullen toch geld moeten verdienen. Al was het alleen maar om die schadeclaim van Frits te kunnen betalen. Trouwens, Mark de Moor is langs geweest of iets voor hem hadden. En? Ja, nee, niks natuurlijk. Maar wie weet binnenkort. Wat is met jou? Gaat wel. We hadden het net over Frits. Dat cocaïneverhaal, dat klopt toch, hè? Ja, natuurlijk klopt dat. Dacht je soms dat ik het verzonnen had? Nou, dat weet je maar nooit. Je hebt fantasie genoeg. Ik wil het zeker weten. Het is echt zo. Hij gaf me regelmatig. Hij had altijd bij zich. Mooi zo. Dan kan ik daarmee aan de slag. Wat wil je dan gaan doen? Frits confronteren met dat verhaal. Ik zal maar uitkijken, dat is chantage. Maar het is niet netjes, dat geef ik toe. Maar aan de andere kant, Frits is nou ook niet bepaald de meest veenzinnige opdrachtgever die je kunt hebben. Daarom hoef je nog niet zijn methodes toe te gaan passen. Waarom niet? Frits zou in mijn geval precies hetzelfde doen. Dus, ben jij bereid ons van die schadeclaim af te helpen? Ik vind het best. Van mij mag Frits wel een beetje zweten. Voor mij ook. Goed. Dan moet het maar doen. Oké. Dan denk ik dat wij binnenkort uit de problemen zullen zijn. Simon Dekker? Met Helen. Hey Helen, hoe is het met je? Gaat wel. En met jou? Oh, perfect. Sinds Janine bij me woont, gaat het met mij meer dan uitstekend. Wat leuk voor je. Ja, ik weet dat jij je twijfels over haar hebt. Maar zij is echt precies de vrouw die ik nodig heb. We hebben zelfs grote plannen. Oh? Ja, als het eventjes lukt met haar werk, dan willen we een grote reis gaan maken. Helen, het is zo ontzettend fijn om weer iemand te hebben waar je alles mee kunt delen. Natuurlijk. Heb je... een keertje bij ons komen eten, want ik weet... Zeker dat je Janine aardig gaat vinden. Dat denk ik ook wel. Maar... kun je even aan de lijn blijven, Simon? Er wordt gebeld. Nee, de wachtkamer zit helemaal vol. Ik heb het hartstikke druk. Ik bel je nog wel, oké? Okay? Ja. Dag. Dat zegt toch niks? Die portefeuille was gestolen. Dat heeft Peter natuurlijk ook aan de politie verteld. Maar ze geloven hem niet. Hij kan gewoon niks bewijzen. Nee, maar hij kan toch zeggen... We moeten hem zo snel mogelijk vrij zien te krijgen. Het is gewoon onrechtvaardig. Kun jij niet eens regelen via de krant? Wat dan? Er een artikel over schrijven of zo? Nee, Anita, dat gaat niet. Ik kan toch niks bewijzen? Maar alsjeblieft... Ik schrijf ook niet over het geval met Annette. Annette? Ja, Annette van Simon. Oh ja. Ja, ik heb toen het hele drama van dichtbij meegemaakt. Ik had het zo met Simon te doen. Annette is... Ik weet dat het absurd klinkt, maar ik geloof dat ze nog leeft. Hoe kan dat nou? Ik heb haar gezien. Ga weg. Nee, echt. Ik weet bijna zeker dat zij het was. Dat is toch niet zo raar? Annette is dood. Nou, en toch heb ik haar gezien. Nee, dat denk je maar. Er was natuurlijk iemand die een beetje op de leek. Nee, echt. Eerst twijfelde ik zelf ook en daarom ben ik er gevolgd. Maar op een gegeven moment ben ik er uit het oog verloren. Maar ik weet het heel zeker. Het was Annette. En heb je het al aan Simon verteld? Nee. Jij bent de eerste aan wie ik het vertel. En je mag het absoluut niet verder vertellen. Maar ik zeg niets, nee. Achteraf had ik er natuurlijk spijt van. Ik had me nooit zo moeten laten kennen. Mm-hmm. Opeens was het stil. Het was zo pijnlijk. Ik ben maar weggegaan. Ja, dat zou ik ook gedaan hebben. Ik ben zo bang dat Jeff nou niks meer van me wil weten. Dat ik hem voorgoed kwijt ben. Volgens mij schiet je hier niks meer op. Waarmee?
Je bent echt veel te afwachtend. Je moet zelf iets ondernemen. Wat dan? Je moet zo gauw mogelijk duidelijkheid zien te krijgen in je verhouding met Jeff. Ja, dat wil ik ook wel. Natuurlijk niets liever dan dat, maar hij laat zich er nooit over uit. Nou, dat bedoel ik nou juist. Waarom moet je wachten tot hij naar jou toe komt? Ga zelf naar hem toe. Wat moet ik dan zeggen? Ik voel me zo opgelaten. Zeker na alles wat er gebeurd is. Je vraagt hem gewoon hoe het zit tussen Laura en hem. Ja, en als het dan echt serieus is tussen die twee? Dan weet je dat tenminste. Dan hoef je geen valse hoop meer te koesteren. Dat is echt het beste. En als hij je niet meer wil zien, dan zul je een tijd ongelukkig zijn. Maar dat ben je nu toch ook? Of niet soms? Ja. Ga naar hem toe en vraag hem zonder omhaal hoe het zit. Dat is echt de enige manier. Ja. Maar... Ja, je hebt gelijk. Het moet dan maar. Laat maar binnenkomen. Daniel. Dat is snel. Jij beschikt zeker over geheime reserves. Je had het ook op mijn bankrekening kunnen overmaken, maar ga zitten. Dank je. Ik moet jou teleurstellen, vrees ik. Ach, ik heb helemaal niks bij me. Dat is een beetje weinig. Wat kom je hier dan doen? Ik kom eens kijken of het met jou ook redelijk te praten valt. Daniel, ik ben de redelijkheid zelf. Wil je een termijn betalen? Ik wil helemaal niet betalen. Ik wil dat jij die schadeclaim intrekt. Intrekken? Waar zie je me van? Die claim blijft tot de laatste cent betaald is. Waarom zou ik er ineens anders over denken? Wel, hierom bijvoorbeeld. Kom hier aan. Krijg je als je zaken doet met de junk. En waar jullie me mee opgezadeld hebben. En waar jij maar al te graag gebruik van hebt gemaakt. En dan kom jij opeens met een schadeclaim, vreemde manier van zaken doen. Wat ik met vrouwen doe, is mijn privé-aangelegenheid. Daar heeft niemand wat mee te maken en jij dus ook niet. Behalve als je iets te attent wordt voor onze modellen. Jij hebt Xandra die cocaïne gegeven, Frits. Geef me toe. Wat dacht jij ervan als dat bekend zou worden? De grote Frits van Houten. Niet meer dan een ordinaire coke-dealer.